Een tik op de vingers voor president Obama. De regering moet vandaag aan de rechter uitleggen waarom jonge illegalen die de grens overkomen worden vastgezet. Ruim 2100 Latijns-Amerikaanse kinderen en soms hun moeders zitten gevangen in speciaal gebouwde detentiecentra. De rechter verbood dit en dreigt de vluchtelingen nu vrij te laten. Over de grens met Mexico komen jaarlijks zo'n 400.000 mensen illegaal de VS binnen. Net als de vluchtelingen in Europa zoeken ze een beter bestaan, maar ze ontvluchten ook het geweld in hun land. Vooral in landen als Honduras, Guatemala en El Salvador. De zuidelijke grens van de VS zit steeds meer op slot, na jaren van investeringen in hekken en extra patrouilles. Waar immigranten vroeger de rivier de Rio Grande over konden zwemmen, is er nu geen doorkomen meer aan. Wie opgepakt wordt, moet terug. Tenzij je asiel aanvraagt. Als je daarvoor in aanmerking komt, mag je de procedure afwachten in Amerika. All the beds are full right now. In dit opvanghuis zien ze minder immigranten dit jaar. Het komt volgens de directeur omdat president Obama asielaanvragers in detentiecentra stopt. They are refugees and they are being detained as if they had broken a criminal law. Dit is zo'n centrum. Achter deze muren worden duizenden minderjarigen en hun moeders opgevangen. Naar buiten mogen ze niet en wij mochten binnen niet filmen. In het verleden zijn er in deze centra gevallen geweest van ondervoeding, gebrekkige medische zorg en zelfs aanrandingen. Rechters hebben gezegd dat het opsluiten van jonge migranten hier helemaal niet mag van de wet. Maar de regering Obama trekt zich daar niets van aan en sommige jongeren hier zitten al een jaar vast. Hun advocaten zijn woedend dat de jongeren niet, net als vroeger, in vrijheid mogen wachten op een rechtszaak. I think the administration wants to be seen as tough on border enforcement and is unwilling to let this one go, even in the midst of all of this obvious suffering. In het Centraal-Amerikaanse land Honduras filmen we een vliegtuig vol migranten die zijn teruggestuurd door Amerika. Na een immense toestroom van vluchtelingen vorig jaar geeft de VS nu het signaal: je komt er niet in. Sommigen worden opgewacht door blije familieleden. Maar de meeste mensen willen direct weer naar de VS gaan om het drugsgeweld en de gangoorlog in het straatarme Honduras te ontvluchten. Me mataron dos hermanos y por esa causa yo decidí salir. Sería más seguro estar allá, igual para nuestra familia. Veel van de teruggestuurden duiken zelfs onder, omdat ze nog steeds bedreigd worden door bendes of drugscriminelen. Ya muchos le hemos preguntado eso, que si ellos piensan que su vida corre riesgo al regresar aquí, y muchos nos han dicho que sí. De migranten blijven hun ellende ontvluchten, de VS blijft ze terugsturen en zij proberen het gewoon weer opnieuw. Het is een kwestie van wie de langste adem heeft. Erik Maarten, RTL Nieuws, aan de Amerikaanse grens.